Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vissen met Korting op Hengelsport. We zijn inmiddels aangekomen in de tweede week en we hebben vannacht helemaal niets gevangen. We zijn hier rond 1 uur aangekomen, toen spullen uitgepakt, maar samen met een maat van mij. We zitten hier op een redelijk kleine stek, dus we hebben allebei maar 2 hengeltjes in liggen. Maar het is dus rustig geweest, ondanks dat ik hier dus al zo'n anderhalve week heb gevoerd. Dus dat is wel minder. Ik denk dat ik het hier ook bij laat bij deze stek. We gaan dus zo naar een andere stek toe en hopelijk gaat het daar wat meer doen. Het is dus erg rustig geweest op de stek en ondertussen is het alweer iets van 5 uur. Dus we zijn de spulletjes in aan het pakken en we gaan de hengels er ook maar uit halen. Dan gaan we zo naar de volgende stek toe, want hier is het niet veel. Ondanks dat het toch zo'n mooie stek is, met hier al die overhangende bomen in het water, zou ik verwachten dat het toch wel vis zal ophouden. Ik heb hier ongeveer een week geleden zelfs een groep zien liggen van zo'n 15 karpers. Maar toch hebben ze het voer niet gegeten of zijn ze gewoon doorgezwommen. Ze hebben in ieder geval geen zin om onze body te eten. Dus we gaan naar de volgende stek en ik denk dat ik het hier gewoon bij laat. Ik heb hier nou wel weer een paar keer geblankt en nog maar 1 visje gevangen. Dus daar doen we het natuurlijk niet voor. Ondertussen is het alweer 8:30 s'avonds, maar we hebben onze hengeltjes weer in liggen op de volgende stek. We zijn eventjes langs huis gegaan, even wat voer opgehaald en eventjes wat bodies, wat saus over gedaan. Ik zal het zo even laten zien en ik ga nu eventjes laten zien waar de hengels liggen. Ik heb hier 2 hengels van mij liggen. 1 hengeltje direct hier voor aan de kant. Daar is het gemiddeld zo'n 2 meter diep en nog redelijk vlak. Je ligt daar dus nog niet in de vaargeel, want die loopt hier best wel ver weg. Maar mijn andere hengel die ligt wel in de vaargeel en dat is hier al redelijk naar het midden toe. Dan heeft mijn maat hier een hengel staan. Die ligt ook hier naar de vaargeel toe, echt in het midden. Dan is deze hengel nog van een maat van mij en die ligt hier naartoe. Die ligt daar op een plateau en daar is ongeveer zo'n 1 meter diep. Het plateau loopt helemaal door tot hier. En dan heb ik mijn laatste hengel heb ik vanuit hier daar liggen. Op de plek waar het plateau stopt. En daar krijg je dus een kuil van 1,5 tot ongeveer 2 meter diep. Dus dat is ook wel een mooi plekje. En dit moet hem gaan doen. Ik heb hier een emmertje van zo'n 3 kilo met geflavorde C-klasse bollies. Ze ruiken echt super sterk en zoet. Het zijn 4 verschillende fruit flavors. En dat maakt toch wel erg lekker zoet. Ze doen goed in werking, ze geven veel smaakstoffen af. En deze hebben we gebruikt om bij te voeren. Een stuk of 20 bollies per hengel er rondomheen gevoerd. En dan gaan we kijken wat dit gaat doen. En dan heb ik hier nog een emmer vol met duivenvoer bij. Het is eigenlijk duivenvoer aangevuld met mais. Het is een verhouding van 50-50. Dus half mais, half duivenvoer. En in de duivenvoer zelf zit ook mais, maar die korrels zijn net iets kleiner dan de mais die er verder in zit, want dat is kippenmais. En die zijn toch gemiddeld ietsje groter. Dus zo heb je dus ook verschillende maiskorrels erin zitten. En dit moet hem gaan doen. Ondertussen is het alweer de volgende ochtend. Het is een rustige nacht geweest. Ze hebben helemaal niets gevangen. Maar ja, het was toch ook instant vissen. Het is altijd maar de vraag of ze er zitten of niet. Het is redelijk fris. Het is op dit moment ongeveer 10 graden. Het wordt vandaag ook maar 14 graden maximaal. Dus dat is ook wel niet optimaal. Misschien dat het juist op andere plekken wel wat beter is. Dus we gaan even kijken waar we vanavond gaan zitten. Ondertussen is het 11:45 en het is dus bijna middag. We hebben nog steeds geen aanbeet gehad. We wouden eigenlijk net in gaan pakken en naar een vijver vertrekken. Maar toen zagen we hier wat beweging. We zagen de vis springen en op meerdere plekken weer boven komen. Dus wat gaan we doen? We gaan even de hengeltjes opnieuw ingooien. Kijken of er geen rotzooi aan zitten. Of dat er de bollies af zijn. En dan gaan we hem opnieuw inleggen. En dan gaan we toch nog even 2 uurtjes wachten. En dan gaan we kijken of het wat doet. Als het dan niks doet, dan gaan we door. En anders blijven we gewoon hier zitten. Ondertussen is het alweer bijna 2 uur. Het heeft de hele tijd wat geregend. Nu is het droog en blijft als het goed is droog. Dus we zijn de spulletjes in aan het pakken. En dan gaan we even naar een vijver toe. Daar heb ik dus eergisteren gevoerd. Toen een dag ertussen gelaten. En nu gaan we vissen. De vorige keer dat ik dit deed werkte het goed. Had ik binnen 2 minuten al een vis.
En 10 minuten daarna had ik alweer een vis. Dus misschien gaat het nou weer werken. Dat gaan we nou zien. Kijk eens aan. We zijn aangekomen op de volgende stek. En de hengels die liggen weer in. Ik heb één hengeltje. Hier weer bij het vertrouwde bosje. Waar ik meestal al iets vang. Dan heb ik er hier eentje bij dit bosje. Er strak tegenaan. Dan maat voor mij heeft hier een hengeltje. Bij dit bosje er strak tegenaan. En hier. Daar in de hoek heb je wat waterlelies liggen. Daar hebben we de hengel uitgelopen en met de top regelrecht omhoog gehouden. De lijn een heel klein beetje vastgehouden, zodat die strak uitgelopen kon worden. Toen hier nog om de bomen heen gehaald, dat was nog best wel gekloot. En toen hier op de steen gelegd. Maar goed, we liggen goed verspreid te vissen. Aan allebei de kanten van de vijver. Hier heb je dus een slootje wat tot erachter doorloopt. En dan helemaal eromheen loopt. En dan heb je nog een vijvertje erachter. Dus mocht hier binnen een paar uurtjes niks zijn, dan gaan we naar die kant van het water. Ondertussen is het alweer 9:30 s'avonds en we hebben geen één vis gevangen. Ik heb er een zeelt aan gehad, die schoot er voor de kant af vanmiddag. Daarna heb ik straks nog een run gehad, maar die stopte eigenlijk al zo gauw de hengel opgepakt werd. En verder hebben we dus eigenlijk niets gevangen, maar een paar keer beweging op het water gezien. Dus het was redelijk rustig. Dus wat ik nu ga doen is weer even ongeveer 0,5 kilo tot de kilo bolies hier voeren. En ongeveer 1 kilootje met particles. Misschien wel iets meer, 1,5 kilo. En dan gaan we hier over 2 dagen gewoon weer terugkomen. We gaan hier dus een dagje rust laten geven. En dan gaan we die dag erna weer 's ochtends hier naartoe. Dus we gaan de spullen inpakken en dan gaan we zo weer naar het kanaal toe. Op de plek waar mijn maat zat te vissen heb ik ook nog wat gevoerd. Dus daar ligt ook wat bollies. Nou kunnen de vissen weer gaan eten en dan gaan wij maar weer verkassen naar de volgende plek. Het is ongeveer 12 uur. We zijn aangekomen op de volgende stek. Eigenlijk dezelfde stek als waar we afgelopen nacht hebben gezeten. We hadden andere stekken op het oog, maar daar zaten al mensen. Of er lag een hele hoop wier en drijfvuil in het water. Dus we zijn maar terug naar deze stek gegaan. Dan gaan we zo even de spulletjes opzetten, de hengels ingooien. En hopen gaat het dan maar worden. Het is alweer 3 uur 's nachts. Het is behoorlijk rustig. En we gaan maar slapen. Hopelijk gaat het vannacht of morgen vroeg nog iets doen. Je weet het natuurlijk nooit op het kanaal wanneer ze langskomen zwemmen. Ik ga mijn ogen dicht doen en dan zie ik jullie hopelijk weer terug met een mooie vis. Kijk eens aan, het is de volgende ochtend en we hebben alweer niets gevangen. Weer geblankt op het kanaal. Dus ja, we gaan maar even kijken waar we deze week nog allemaal naartoe gaan. Ik denk dat we de meeste tijd gewoon nog naar een vijver gaan. En misschien toch wat meer kans. We kunnen wel nog een paar vissen gaan vangen, want de hele tijd blanken dat is ook maar saai. Ondertussen is het alweer 1:15. We zijn de spulletjes al in het inpakken. En we gaan de hengels ook even inhalen. En dan ga ik naar huis toe. Mijn vriendin is vandaag jarig. Dus ik ga 1 nachtje thuis slapen. En morgen vroeg gaan we gewoon weer vissen. Dan gaan we naar het vijvertje toe. Dan gaat mijn maat ook weer mee. En dan gaan we hopelijk wel een vis vangen. Dus ik ga nu de spullen inpakken. En dan zien jullie mij morgen weer terug. Het is dinsdag, ongeveer 3 uur 's middags en we zijn hier aangekomen bij het vijvertje. Op de plek waar ik gevoerd heb, daar is een school en die is op dit moment uit, dus daar is behoorlijk druk. Dus we gaan eerst even aan deze kant zitten, kijken of het wat wordt. Mocht hier niks zijn, dan gaan we weer door naar de andere kant. 1 hengel ga ik vissen met groot aas. Er zit de chili cheese body aan in de 18 mm met de 15 mm pop-up erop. Het is dus redelijk groot aas, want ze zijn allebei gewoon heel. Maar dit maakt het toch wel aantrekkelijk. Dus ik ben benieuwd. Hij ruikt in ieder geval sterk. We gaan hem nou maar inleggen. Met mijn andere hengel ga ik vissen met de Abay kokosbolly. De 14 mm. Het zijn hele zachte bollies, dus deze zou je wel vaker moeten ingooien. Maar ze lekken dus wel super goed de smaakstoffen uit. En het is toch wel echt aantrekkelijk. Het is een super makkelijk verteerbare bolly die echt mierenzoet is. Dus ook deze gaan we maar weer even inleggen. Hier aan de overkant ligt een klein lelieveld tegen de rand aan. Daar ga ik de chili cheese met de test pop-up tegenaan leggen. En hopelijk komt er een mooie vis aan.
Het is ondertussen alweer 4:30 en we hebben nog niks gevangen. Ik heb wat brood straks in het water gegooid, maar ook daar zijn ze niet echt op gaan happen. We hebben maar 1 of 2 keer een plons gezien, echt onder de brug en echt tegen een bosje aan. Maar verder is het ook erg rustig hier qua beweging. Dus we hebben de spullen op de barrel geladen en we gaan nu naar de andere kant van het water lopen. Naar de voerstek en misschien gaan we daar wel wat vangen. We zijn dus op de volgende stek aangekomen, maar er zitten hier wat kinderen een hoop herrie te maken. Er ligt een bal in het water, dus die zijn allemaal takken in het water aan het gooien. Dus we gaan ze maar eventjes helpen. Ik had gewoon een tak aan mijn lijn gebonden. Toen heb ik die tak in het water gegooid. Toen heb ik met mijn hengel binnengedraaid. Toen heb ik de bal dus aan de kant gekregen. Nu zijn de kinderen weg. Dus kan de stek in ieder geval rust krijgen. We drijven wel een hele hoop takken hier. Dus we gaan in ieder geval even de stekken goed in de gaten houden. Of er überhaupt nog vis zwemt. We hebben hier wel gevoerd. Maar ja, als er zoveel herrie is, dan is altijd de vraag of er vis zit. Dus we gaan er gewoon de hengels inleggen. En dan kunnen we altijd zien wat het doet. Ondertussen liggen de hengels toch maar weer in. We gaan kijken of we misschien toch kans maken. Mijn hengel die ligt hier bij dit bosje en hier zo tegen dit bosje aan. Mijn maat heeft hier een hengel liggen en hier langs de kant een hengel. Misschien dat we een vis gaan vangen? Ik ben benieuwd, maar ik denk dat het ook aardig verstoord is. Het is nu ongeveer 7:15 s'avonds en het is maar erg rustig. We hebben geen beet gehad en ook niet echt vis gezien. Dus we gaan de spulletjes maar weer inpakken. Dan gaan we zo even naar de winkel toe. Dan gaan we even wat eten halen en dan gaan we vannacht naar een vijver toe. We worden nog eventjes alle spullen gaan sjouwen, dus het wordt nog een heel werk. Maar hopelijk gaat het de moeite waard worden. Dus we hebben een paar grote vissen, dus hopelijk kunnen we er eentje van vangen. Het is ondertussen alweer avond. Het is namelijk alweer 11:30. Op het moment dat we alle spullen hebben uitgepakt. We waren hier namelijk rond 9:00. Toen hebben we een paar rondjes hier in de buurt gelopen om te kijken naar welke plek we gingen zitten. En of we misschien al een plek gingen aanvoeren. Uiteindelijk hebben we geen plek meer aangevoerd op een ander water. Dus we zijn gewoon naar dit water gegaan. En hier willen we de komende dagen dus onze volledige focus op gaan leggen. Maat van mij, die is aankomende nacht jarig. Dan gaan we dus alvast een biertje erop drinken. En we gaan zo even lekker frituren. Dus hopelijk gaan we dan ook een mooie verjaardagsvis voor hem vangen. En we gaan het natuurlijk zien. We hebben de spullen net opgezet. We zitten te vissen, allebei 2 hengeltjes, want dat is het maximale wat hier toegestaan is. Verder is het erg rustig. We hebben maar 2 andere mensen zien vissen hier. Dus het is best wel een druk water normaal gesproken. Dus het is wel moeilijk hier om een visje te vangen, maar er zwemmen aardig grote bakken hier. We hebben de hengeltjes dus in liggen, dus we hebben kans om te vangen. En dan gaan we zomaar even wat vieren. Kijk eens aan jongens, even lekker frituren aan de waterkant. Gewoon even wat frituurvet, gewoon in de pan. Dan gewoon het vuurtje aan en dan kunnen we gewoon even kipnuggets bakken. Lekker friet bakken en we hebben ook nog andere snacks. Dus dat wordt even groeien, kunnen we even vooruit. En dan wordt weer even lekker genieten aan de waterkant. Proost jongen, op jouw verjaardag. Dankjewel. Het is ondertussen de volgende ochtend en we hebben niets gevangen. We hebben wel op sommige plekken wat vissen horen springen, maar dat was meer wat verder weg. Dus nu kunnen we tenminste zien waar we kunnen ingooien. Dus dat gaan we straks zeker even doen. We gaan nog even afwachten tot het middag is. En even nieuwe onderlijntjes maken zo. En dan gaan we even alles verversen. Want ik wil zeker wel een vis gaan vangen hier. We gaan even voor alle hengels de onderlijnen vervangen. En ik ga toch maar eens luisteren. Ik heb een schenktube aangeschaft voor op de onderlijnen. Het haakt toch net wat beter in. Ik heb al heel vaak de tip gekregen dat ik het toch moet gaan doen. Dus laten we het maar gaan doen. We hebben nu al zoveel geblankt en we hebben in principe niets te verliezen. Er zit toch wel mooie vis hier op het water. En ik zou er toch graag eentje willen gaan vangen.
Dus, scherpe haken eraan. De Gamakatsu G-Carb A1. De super haakmaatje 4. Het zijn super sterke haken. En ze kunnen echt wel veel hebben. Ze hebben wel een redelijke dikke frame, zeg maar. Het is een behoorlijke dikke haak. Maar dat maakt wel dat de haak uiteindelijk beter blijft zitten. Daarbij hebben ze een super scherpe punt. Wat er eigenlijk wel voor zorgt dat de haak gewoon eigenlijk vrijwel meteen erin komt. Deze haken zit zoals het lijkt tenminste een normale weerhaak. In tegenoverstelling tot de andere haken waar dus een micro weerhaak op zit. Dit blijft toch iets beter zitten. En op het moment dat je goed met de vis omgaat en hem op de juiste manier onthaakt. Dan kan je in ieder geval met deze haken goede successen boeken. Maar het is dus belangrijk wanneer je een goede stevige weerhaak gebruikt. Dat je ook niet te veel druk op de lip gaat zetten op het moment dat je hem eruit haalt. Want je kan echt de bek ermee open scheuren. En aan één onderlijntje heb ik de Gamakatsu Humpback haakmaatje 6. Omdat ik met deze hengel met wat kleiner aas wil gaan vissen. Ondertussen is het dus middag. En ik zal jullie even het water laten zien. Ik ben hier vorig jaar wel eens geweest. Het is echt wel een mooi water. En we zitten nu op een stek waar je eigenlijk alle kanten op kan. En dat is eigenlijk wel heel erg positief. Want op het moment dat het aan de ene kant niet loopt, dan kan je nog gewoon aan de andere kant gaan zitten. Maar dus samen met een maat, dus we zijn met 4 hengels totaal. Want we mogen allebei met 2 hengels vissen. Maar het is dus wel echt een mooi water. Het is ongeveer zo'n 5 hectare, dacht ik. En er zitten echt wel vissen tot 20 kilo of hoger. Hier heb je een eilandje, hier heb je een eilandje. En daar gaan we dus ook zeker tegenaan vissen. Ik heb er vannacht ook richting gegooid. Maar ja, in het donker dan zie je het natuurlijk niet heel goed. Dus ik heb wel gewoon wat bollies die kant op gegooid. En wat bollies die kant op gegooid. Flink verspreid. En nou gaan we zo eens even de hengels opnieuw inleggen. Zodat ze er goed bij komen te liggen. En dan hoop ik dat er een vis uit gaat komen. Lekker, lekker jongens. We waren de hengels op aan het halen. Toen begon het al een klein beetje te druppen. Toen begon het steeds harder te regenen. Toen dachten we van ja, we gaan toch even snel de hengels in gooien. Toen stopte het weer even, maar nu regent het weer. Wat een heerlijk weertje jongens. Ik heb hier een emmer waar een heel klein beetje water in zit. En ik heb hier een blikje met kokosnootmelk. Dan gaan we wat van dit eruit scheppen. En dan gaan we dit even met elkaar mengen. En het ziet er lekker uit. Pakken we nu even wat aardbei kokosbollies. Dan gaan we die er even goed in laten weken. Er zit een flinke laag in. Kunnen ze ook flink wel opzuigen. De aardbei kokosbollie is van zichzelf al redelijk zacht. En op het moment dat je hem gaat weken, dan wordt hij natuurlijk nog zachter. Maar om te voeren is dit echt perfect. En je kunt dan met de normale aardbei kokosbollie gaan vissen. En ik ben benieuwd wat hiervan het resultaat gaat zijn. Kijk eens aan, een mooie verjaardagsvis voor mijn maat. De chili cheese body is er blijkbaar vanaf. Zat alleen nog een maiskorrel aan. En met mais vang je natuurlijk ook witvis. Waaronder deze mooie voren. Het is 10:30 s'avonds. En het is alweer zo goed als donker. Ik heb net de hengels allemaal even opnieuw ingegooid. Ik heb 1 hengel hiervoor aan de kant liggen met 2 kleine tijgernootjes eraan. Ik heb 1 hengel daarachter naar het eiland liggen. Daaraan zit een bolly gewoon. Mijn maat heeft 1 hengel naar dit eiland liggen. En dan hebben we hier nog 1 hengel. Die hebben we helemaal in die hoek tegen de bosjes aan liggen. En dit moeten we gaan doen voor komende nacht. Ik ben wel benieuwd waar we over verschillende plekken vis zien springen. Dus ze laten toch wel zien dat ze enigszins actief zijn. Nou moeten ze nog gaan bijten. En hopelijk, als ze gaan bijten, is er natuurlijk ook nog op onze bollies. Ik heb het dus ook eventjes lekker bijgevoerd met deze bollies.
die vol zitten met saus. Het is een saus van verschillende dingen die een verschrikkelijk sterke geur afgeven. Daarmee heb ik de bullies dus gesookt. Er zat eerst zo'n 2 kilo in, maar ik heb op verschillende stekken dus al gevoerd de afgelopen dag. Daarom is het dus al wat uit, maar het zijn wel echt sterke bullies, dus ik hoop dat het toch wel wat vis op de stekken gaat opleveren. We liggen dus op alle stekken waar ik hiermee gevoerd heb te vissen, dus hopelijk gaan we daarmee vangen. We hebben ook nog een stek aangevoerd waar we eventueel morgenochtend of zo nog kunnen gaan liggen. Dus er moet echt een visje uit gaan komen. En dan is het weer de volgende ochtend. Het is weer erg rustig geweest, behalve om 4:15 s'nachts. Toen kreeg een maat van mij een paar piepjes op zijn hengel. En wat zat eraan? Weer een brasem. Dus hij heeft een voren en een brasem gevangen. Nu is het toch wel echt tijd om een karper te gaan vangen. Want het is toch wel erg rustig. We gaan nog even afwachten. Mocht het niks worden, dan gaan we in de loop van de dag maar weer verkassen. En ja, als we een vis vangen, dan blijven we natuurlijk wel gewoon zitten. Maar goed, we gaan de hengeltjes opnieuw ingooien. Misschien maken we dan weer meer kans. Kijk eens aan, jongens. Wat een druktemaker. Hij heeft eventjes geduurd om eruit te komen. Voor aan de kant, dan vocht hij echt als een malle. Hij wou maar niet het schatnet in. En nu op de kant is hij nog steeds redelijk druk. Even snel de andere kant laten zien. Ik ben er wel super blij mee natuurlijk. Het is ongeveer 10:30 ochtends. We zitten nu dus al de hele week te wachten op een aanmeet. En daar is hij dan eindelijk hoor. Een mooie schub. Het is niet de allergrootste. Het is ook niet waar we per se voor hier komen. Maar de kop is eraf. En hij is enorm druk, jongens. Holy shit. Zal het nog één keer proberen en dan mag je zwemmen. Kijk eens aan. Hier ben ik echt super blij mee. Die mag weer zwemmen. Op naar de volgende dan maar. Kilootje eraf voor de mat. Visje van 9 kilo. Toch mooi om mee te beginnen. Kijk eens aan, daar ligt de schubkaper in het zonnetje. Klaar om te gaan. Dus dan laten we hem ook maar. En daar gaat hij. Gisteravond, vlak voordat het donker werd, heb ik er even 2 tijgernootjes aan gedaan aan mijn rechterhengel. Die heb ik hier voor aan de kant gelegd, aangezien ik wat beweging hier voor aan de kant zag. En ik dacht, de eilanden, die zijn natuurlijk de meest aantrekkelijke plekken van deze vijver. Dus daar zal iedereen waarschijnlijk wel liggen. Daarbij kom ik met mijn tijgernoten niet zo ver, dus ik dacht ik maak gewoon hier voor aan de kant een voerplekje met een hele kleine lichte dosis met tijgernoten. Wat de andere duivenvoer een beetje verspreid eromheen en dan dus 2 tijgernootjes aan de her. Heeft hem toch gedaan? Ik heb vaker van mensen de tip gekregen om hier met tijgernoten te gaan vissen. Schijnt toch wat beter te zijn aangezien er veel meer bullies gevist wordt. Dus deze gaan we gewoon weer inleggen en hoop ik dat er nog eentje uitkomt. Ik ga even mijn hengel die bij het eiland ligt verplaatsen om het eiland wat rust te geven. Dan ga ik zo nog even wat voer op gooien, maar eerst ga ik deze hengel ingooien. Het is de Arbei kokosbody in de 18 mm met een roze fluoriserende netmaisje eraan. Dus deze gaan we eventjes ingooien en dan gaan we bijvoeren met de Arbei kokosbodies die in de kokosmelk hebben gelegen. En dan moet je hem gaan doen. Ik heb zo net er even de hengels opnieuw ingegooid. Alle 4 de hengels, dus die liggen er weer klaar voor. Hopelijk gaan we iets vangen. Ik ben echt wel benieuwd. Het is toch wel echt een hele mooie vijver. Met grote vissen erop. Maar ja, dan moeten ze wel bijten.
En opnieuw is de nacht weer erg rustig geweest. Dat betekent dat we toch maar even gaan kijken voor een andere plek. De hengels die heb ik gisteravond van de voerstek afgehaald en redelijk hier voor aan de kant gelegd. De buitenste hengels van mij en die van mijn maat, die liggen eigenlijk strak tegen het kantje aan. En de binnenste hengels, die liggen eigenlijk wat verder, een stuk of 8 meter uit de kant. Daar is het een stuk dieper. Maar goed, dat heeft geen vis opgeleverd. Dus we gaan nu even de hengels weer naar de voerstekken leggen. Die hebben vannacht dus even rust gehad. Misschien gaat er een visje opleveren, maar ik ben er eigenlijk wel bang voor. Het wordt vandaag zo'n 25 graden, dus een behoorlijk warme dag. Het begint ook wel een beetje te waaien. Vanochtend even naar een mooie zonsopkomst gekeken hier, maar eigenlijk amper beweging gezien. Dus dat geeft mij niet echt vertrouwen. We hebben hier weer 3 nachten gezeten en maar 1 karper gevangen. Maar het is voor mij een voorn en een brasem. Dus dat is echt niet waar we hier voor komen. Dus dat betekent dat we vandaag, als het niks wordt, de spullen maar weer in gaan pakken. En dan gaan we denk ik maar gewoon weer naar het kanaal toe. Want hier is het niet veel. Op het kanaal is het ook niet veel geweest. Maar goed, daar heb je nog altijd kans. Je maakt overal wel kans. En op kanaal heb je toch wel gemiddeld gewicht wel redelijk grote vissen. Dus dat vind ik toch wel altijd een mooie manier van vissen. We gaan kijken. Het is vandaag weekend. Het is vrijdag ondertussen alweer. Dat betekent dat vandaag ook alweer het einde van deze video erop zit. En dan gaan we maar weer naar het kanaal toe. Dan gaan we het daar maar weer eens opnieuw proberen. Wie weet hebben we daar wel gewoon wat meer succes. Het wordt vandaag dus lekker weer. Het is namelijk alweer 3 uur 's middags. Zo'n 25 graden. Redelijk benauwd. Dus dat wordt nog een heel gesjouw. Want we moeten hier dus nog helemaal door de bosjes een heel stuk gaan lopen. Om uiteindelijk überhaupt bij het pad te komen. Daar zijn we dan weer terug bij de auto. Ik zweet me helemaal kapot. Maar we zijn met het karretje en met de aanhanger zo'n 400 à 500 meter gelopen. Lekker in de volle zon. Even pure fitness. Dan noem je nog een sportvissen. Nou nog even lekker alles in de auto laaien. En even wat drinken. Voordat we aanrijden wil ik eerst eens even afkoelen. Want zo ga ik echt niet in de auto zitten. Holy shit zeg. Ondertussen is het alweer 7 uur 's avonds. Maar we hebben een stek gevonden. Het was behoorlijk druk op de weg. En we hebben echt flinke stukken langs het kanaal afgereden. Uiteindelijk hebben we er toch maar voor gekozen om op de stek te gaan zitten. Waar ik vorige week mooie 15,5 kilo vis heb gevangen. Dus daar gaan we zitten. Je hebt er een mooie bodem aan de kant. Gaat meteen steil naar beneden. Dus dat is toch wel een aantrekkelijke plek. Zeker omdat er dus niet die grote stenen liggen. Dus daar zijn we nou de spullen uit aan pakken. En ondertussen ga ik deze video maar even editen. Want die moet dus morgen online komen op de zaterdag. En dan zit ik natuurlijk te vissen. Dus dan moet ik van tevoren alles klaar hebben. Dus ik ga nu even thuis de video editen. Ga ik even wat boodschappen doen en nog even wat spullen pakken. En dan ga ik weer terug naar de visplek. Maar dat zien jullie volgende week. Zoals jullie zien hebben we de 1000 abonnees gehaald. Dus aankomende dinsdag gaat er een video online komen. Met de giveaway met iedereen die eraan mee heeft gedaan. Daaronder ga ik een zak verloten. Dus vergeet niet die video te kijken op het moment dat je hebt meegedaan aan de giveaway actie. En dan gaan we om de 250 abonnees gaan we een zak weggeven. Dus ben jij nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op mijn kanaal. En doe een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke aflevering vond. De vangsten die vielen niet erg mee. Het was erg taai overal. En hopelijk gaan we de komende week toch weer een mooie week tegemoet. We gaan naar een verenigingswater in het begin van deze week. Dus hopelijk gaan we dan meer succes hebben. Het is dat toch wat makkelijker vangen meestal. Het is alleen nog even de vraag hoe druk het gaat worden. Het is Pinksteren, dus aankomende maandag zal er ook wel heel veel mensen zitten. Het wordt wel een beetje wisselvallig weer tussen regen en tussen warmte. Dus ik ben benieuwd wat het gaat doen. Dat zien jullie allemaal volgende week. En dan was dit het einde van de video.